Goedemorgen. Ondertussen krijg ik ook wel regelmatig vragen binnen, vooral via privéberichten. En een van de vragen wat ik vandaag eigenlijk een keer zou in willen zoomen is, veel mensen die vragen, ja, ik zou ook eigenlijk tijd willen voor mijzelf. Hoe eenvoudig die vraag ook op zich lijkt en hoe moeilijk de opdracht ook lijkt, is ook zelf de definitie van meer tijd voor mezelf niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. En hoe komt dat? Veel van de hoogbegaafden zijn zich eigenlijk niet bewust van wie ze zelf zijn. Daarom dat wij in onze reeks dus eigenlijk een hele dag spenderen alleen aan die hoogbegaafdheidsmodellen. Hoe komt dat? Dus eigenlijk die zin van, ja, ik wil ook tijd voor mezelf. Maar als je dan tijd hebt voor jezelf, weet je eigenlijk niet goed, wat ga ik daar nu mee doen? En je vindt eigenlijk niet of moeilijk dingen die je dan ook energie geven. Hoe komt dat voor een stuk? Het kunnen twee elementen spelen. Oftewel, zij zijn echt in de flow. Zijn met heel veel projecten bezig en hoogbegaafden hebben dan de neiging om daar echt 200% zich in te smijten. Hè. Je weet het model, hè, die hoge intelligentie, die creativiteit en die intrinsieke motivatie. Het is dan uw intrinsieke motivatie die u zo in overdrive gaat brengen dat je eigenlijk vergeet dat je eigen moet onderhouden. Dat is scenario 2 en dan in dat geval moet je echt uw agenda gaan organiseren. Als je echter wel af en toe je tijd voor jezelf vindt, maar dan niet goed kunt bepalen van ja, oké, wat maakt me dan eigenlijk gelukkig, dan is het belangrijk om eerst jezelf te vinden. En daar gaan die hoogbegaafdheidsmodellen in helpen. Dus ik zou zeggen, naar gelang welke situatie dat is, ga in overflow. Werk dan met de 7e eigenschap van Covey. En wat zegt die eigenlijk? Is dat je ook genoeg tijd moet maken voor je lichaam. Dat wil zeggen bewegen, genoeg tijd voor jouw geest. Dat wil zeggen zeker mensen die intellectueel overexcitable zijn, hè. Dabrowski, ik ga er zeker ook nog een keer over hebben, dus mensen die een honger hebben om te leren, moeten daar ook echt tijd voor vrijmaken en dat is zo een rare ontspanning. Zeker bij kinderen is dat zo van, ja, hè, je zit altijd in de boeken, zo beter wat buiten spelen. Voor sommige kinderen is in de boeken zitten net hun ontspanning, net waar hun fantasie werkt, waar hun intellect ten volle kan gebruikt worden en wat dat dus echt wel energie geeft. Maar ook bij volwassenen is dat zo. Dus mensen die die honger voelen, moeten zorgen dat dat in hun agenda ingepland staat van tijd te investeren in kennisverwerving. En vooral niet alleen over je job. Hè. Ga in andere onderwerpen dieper in. Je gaat er tot ontdekkingen kunnen komen en je gaat voelen dat je dat nodig hebt. Dus het intellectueel stuk, dan het sociaal stuk. Ja, ook tijd reserveren voor relaties op te bouwen. En dat hoeft niet met 100 vrienden te zijn. Maar de mensen die je belangrijk vindt, zorg dat je daar tijd voor reserveert. En spiritueel, ja, zorg ook dat je naar zingeving werkt. Hè. Dat kan geloof zijn, dat kan meditatie zijn. Dat kan zelfs voor een stuk sporten zijn. En dan kun je dat fysiek en dat spiritueel gaan combineren. Maar de zingeving van het leven is zo super belangrijk ook. Dus dat is, hè, als je volledig in de flow zit in je agenda, dan moet je tijd vrijmaken voor andere dingen. Als je echter nog niet goed weet wie dat je eigenlijk bent, dan is het heel belangrijk van zeker op onze site ook te kijken en te googlen en informatie te zoeken rond de verschillende hoogbegaafdheidsmodellen. Ik heb er eentje van Delphi ook opgenomen, hè, het model van Delphi rond hoogbegaafdheid, waarin dat ik dat ook uitleg, hè, hoe hoogbegaafd het interactie met je omgeving werkt. Je hebt Tessa Kibomer boek, je hebt eigenlijk heel veel boeken. Die je kan induiken om jezelf te gaan ontdekken. Dabrowski is ook wel een heel interessant materiaal van Dabrowski hebt, die je kan lezen. Dus er is eigenlijk heel veel materiaal die je dan kan doen om eigenlijk te ontdekken wie je zelf bent, waardoor je dat je dan ook kan ontdekken waar je tijd moet insteken voor jezelf. Voor mij persoonlijk is dat bewegen. Hè. Ik ben psychomotorisch overexcitable, dat wil zeggen dat er zit wel wat meer energie. Ja, ADHD speelt ook natuurlijk bij mij, maar er zit energie. Die energie moet eruit. Als die te veel gaat opstapelen, dan ga ik stress krijgen. Dus ik moet zorgen dat ik dagelijks met 10.000 stappen doe. Ik moet zorgen dat ik dagelijks zeker genoeg beweging voorzien. Als ik pendel, doe ik ook trampoline springen. Ik doe eigenlijk van alles om te zorgen dat fysiek de energie weggaat. Tijd voor mezelf is bij mij ook letterlijk tijd voor mezelf. Dat is echt op mezelf. Gaan wandelen, naar muziek luisteren en echt even recupereren. Ik werk wel graag samen met merken om projecten te ontwikkelen, maar gewoon sociaal contact vind ik heel vermoeiend.
Dus tijd voor mezelf is bij mij echt voor mijzelf. En dus ja, je moet daar zelf ook wel naar op zoek gaan. Ik kan u daar geen pasklaar antwoord in geven, behalve dan dat ik kan zeggen van wees alert elke dag opnieuw van dingen die jou gelijk energie geven. Dingen waarvan je zegt van oké, ja, ik voel me hier wel echt heel goed bij. Want dat zijn eigenlijk de dingen die jou authentiek dicht bij jouzelf komen en plan die dingen in jouw agenda in. Is dat een film gaan kijken, is dat whatever. En reflecteer ook van wat je daar juist leuk aan vindt. Als het in de film bijvoorbeeld de muziek is die je altijd enorm inspireert, ja, dan kan je ook wat tijd naar muziek gaan en misschien een ontdekkingsrit in muziek gaan doen. Dus er zit meestal meer onder de ervaringen die je hebt. Dus ik zou zeggen voor de komende week, wees alert voor die kleine graankorreltjes die jou energie geven. En vooral denk ook na hoe dat je die dan iets structureler in jouw agenda kunt brengen, zodat het niet per toeval is dat je een keer zo'n energiestootje hebt, maar dat je bewust in je agenda die energiestoot gaat steken. Voor mij dus iets waar ik ook enorm van geniet. En tja, ondertussen weten jullie het ook al. Hè? Het is weer zaterdag, ik ben weer rustig mijn easy aan het drinken. Gewoon omdat ik dat lekker vind. Ik drink wel graag koffie. Ik zit hier wel, hè, ik kom buiten, dus, maar het is hier meestal rustig op de eerste verdieping bij de easy in Kortrijk. Dus dan kan ik en mijn verhaal vertellen. Ik deel ook graag kennis. En ik kan mijn koffie drinken en dan is mijn zaterdag eigenlijk al goed. Allee, een goede week gewenst en volgende week zien we elkaar terug voor weer een tip van de week. Bye.